als we zangles hadden en er moest voorgezongen worden, dan moest ik het altijd voorzingen. Pure country prime, maar in Nederland schijnbaar nog niet. Wat ik wel hoop is dat deze muziek niet helemaal te gronde gaat. Vader en dochter, Ben Steeneker, Carmen Steeneker. Om bij pa te beginnen. Zittend hier in de natuur, dat is wel hetgene wat je heel graag wil, hè? De natuur. Ja, ik ben misschien wel zelfs in de natuur, maar ik ben vooral voor de natuur geboren volgens mij. Want ik ben er niet uit te slaan. Maar en waaruit blijkt dat meest? Omdat ik graag buiten ben en alles wat de natuur biedt, boeit mij. Van bosbessen tot paddenstoelen, tot boomstronken of mooie dames of zo van de natuur. Als je dan teruggaat helemaal naar je jeugd, wat voor jeugd heeft Ben Steeneker gekend? Hoeveel tijd hebben wij ongeveer? Want ik heb wel even middag het verhaal uit mijn jeugd, want ik was de 12e van 13 kinderen. Zo. En wat je dan met elkaar allemaal al beleeft, dat is al een uur zijn tijd waard, bij wijze van spreken. Maar ja, wij gingen graag vissen, we gingen graag zwemmen in een kanaal. Ik mocht nog helemaal niet in het kanaal. En toen ging een broer van mij die zwom het kanaal over, die ouder was. En ik peddelde er zo achteraan. Hij keert zich om, wat doe jij hier? Was ik er overheen genomen zonder dat hij wist dat ik zwemmen kon. Dat ging vroeger zo. Schaatsen? Goh, jongens, de meesten gingen achter een stoel. De stoel die moest ik helemaal niet hebben, we schaatsen zo weg. Ja, ben je Fries voor, hè? Opgegroeid in het midden, zeg maar, Apeldoorn, omgeving. En later Twente. Die gang naar Twente, waar kwam die uit voort? De liefde? De liefde eigenlijk ook weer voor het vak. Want mijn schoonvader, die was jachtopziener. En toen vroegen ze in Enschede voor een gerenommeerde jachtzaak een bedrijfsleider. En ik kon wel aardig schieten, maar mijn schoonvader dacht dat ik ook wel geschikt was voor een jachtzaak, waar je ook allerlei geweren moest repareren die stuk waren. En ik heb nogal twee rechtse handjes, zoals ze dat dan noemen. Dus ik heb vanaf begin tot einde alles gerepareerd wat er stuk was. Zelfs geweerkolven gemaakt, van hout, uitgeslepen en zo. Ja, dat is iets dat heb je of je kunt het niet leren, zeg maar. Bepaalde dingen. Je kunt 1000 keer zeggen van dat moet zo en je weet het niet, maar als je het van nature hebt, dan gaat het veel automatischer. En zo ging het bij mij vrij makkelijk. If you've been last night, you got me very sick. Don't you ever stay out this late again. The bug holds the camel black. So have I. You will never know unless you try. We keep doing the things that we do. And although you're not me and I ain't you, what they say I
if I were you. What they say Toen ik 17 jaar was, ben ik in de verpleging geweest. En toen als, was ik. Hè? Als? Als verpleger. Ja. En als leerlingverpleger. En ik was. Op laatst was ik derdejaars. En dan derdejaar dan doe je examen. Maar inmiddels had ik dus ook met de gitaar van alles gedaan. En met talentenjachten meegedaan. En op een van die talentenjachten ontmoette ik Lydia, het zangeresje. Die met de Melody Strings een bandje vormde. En dat was ook de muziek die ik maakte. Toen ben ik daarbij gegaan. En nou, ik denk een jaar later hadden wij een hit. Send Me the Pillow. En dat was voor de directeur van die inrichting waar ik verpleging studeerde. Want ik moest soms in de nachtdienst, terwijl ik s'avonds nog ergens moest optreden. Hij zegt, dat is haast niet te combineren. Je moet eigenlijk maar een keuze maken. Je bent een prima verpleger, maar je moet maar een keuze maken. En ik wou graag verpleger zijn, maar ik kon het inderdaad niet. Maar de muziek lag mij zo na aan het hart. Toen ben ik gekozen voor de muziek. En toen kon ik, omdat wij toen ook die hit Send Me the Pillow hadden, kon ik te werk gesteld worden in een grammofoonplatenzaak. En dat was natuurlijk helemaal een kolfje naar mijn hand. Dus ik was die verpleegstijd al eigenlijk weer snel vergeten, omdat ik daar weer helemaal mijn weg kon vinden. I've got a never ending love for you. From now on, that's all I want to do. From the first time we met. Got a never-ending love.
die liefde die later is gebleken voor muziek, zat er dat thuis al in bij je ouders of bij je broers? Of? Moet je luisteren, wij hadden 13 kinderen voor de oorlog. Mijn vader en moeder hebben bij wijze van spreken hun eten uit de mond moeten sparen om de kinderen op te voeden. Tijd voor een instrument, of geld voor een instrument was er niet. Muzieklessen was er ook niet bij. Ze waren allemaal wel muzikaal, maar ze leerden allemaal een vak. Ik ben de enige ook die helemaal in de muziek is gegaan. Je ouders waren die dan muzikaal? Nee, die hadden geen tijd voor muziek. Die hadden we wat anders doen met 13 kinderen. Werd er ook nooit gezongen thuis? Jawel, mijn vader wel. Nee. Ja, nee. Een beetje niet echt. Niet zoals wij... Friese volkslied misschien af en toe, maar... uiteindelijk kom je de liefde van je leven kom je tegen. Want daar ben je ondertussen hoe lang mee getrouwd? 52 jaar. 52 jaar. Die kwam uit Twente. En ik zat nog in Apeldoorn bij die platenzaak. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik moest optreden in Hengelo. En toen ging ik met een collega die ook in het cabaret zat. Ik was dan de zanger-gitarist daarin. En toen gingen we met z'n tweeën en toen kregen we autopech. Toen zijn we met de trein van Apeldoorn naar Hengelo gegaan. En in Markelo daar stapte de trein en daar kwamen een stel meiden binnen. En die kwamen daar in de coupé van ons. En, achteraf weet ik dat de vriendin van Irene haar naast mij op de bank zo duwde. En toen komen we in gesprek. Waar moeten jullie dan? Ja, wij moeten naar de opera. Van school uit. Opera? Oh ja, opera. En jullie dan? Ik zei, nou, wij moeten spelen in Pentrop, in Hengelo. En daar had ik een gitaar in de rek liggen boven in de trein. Ik zei, waarom gaan jullie niet naar de cabaret in plaats van naar de opera? Ja, ja. Uiteindelijk ging haar vriendin en Irene gingen met ons mee naar het cabaret. En de rest van de school ging naar de opera. En toen was er een neef van mij in Hengelo, die was daar ook. En die heeft toen haar en de vriendin en mij en hij zelf naar het Diepenheim gebracht waar ze woonden. En dat was de eerste kennismaking met haar ouders. Heel sumier natuurlijk nog maar. Hoe oud was je toen? Zo is het wel gekomen. Toen was ik 26. En toen was zij 16. En dan was nog. Maar dat kon ik er niet aan afzien. En zij kon niet zien dat ik 26 was. Dus ik leek natuurlijk een beetje jonger dan ik was. En zij leek later ietsje ouder. Dus dat heftte elkaar een beetje op. Nou, toen ze 20 was en ik 30, toen zijn we getrouwd. She remembers the look on his sad face and his words when she said goodbye. To leave him with a million memories, a kiss and a tear in his eye. Carry my love in your heart, dear, and I'll be near even when we're apart. Whisper my name if you need me, and carry my love in your heart.
Proudly to give his sweetheart away. Carry my love in your heart, dear, and I'll be near even when we're apart. Whisper my name if you need me, and carry my love in your heart. Whisper my name if you need me, and carry my love in your heart. Carmen, jij groeit op te midden van twee broers. Jouw jeugd, hoe herinner jij je die nu? Hoe herinner ik mij die nu? Een vader die altijd on the road was, of... Hij was altijd wel onderweg, ja, maar ik heb hem niet gemist of zo. Dus zeg van, ik ben wat tekort gekomen aan aandacht of dat soort dingen. Absoluut niet. Haalde hij dat dan in op een bijzondere manier? Of? Ja, weet ik niet. We waren altijd wel, ook wel met elkaar bezig, ook met spelletjes. We houden allebei van spelletjes, dus dan toch wel, hè? Ja, je hebt alleen nog niet geschaakt. Ik ben ook nog schaak. Ik heb ook geschaakt met jou. Ja, oh. Je hebt ook verloren van mij. Met schaken? Ja. Dat kan niet. Ja. Dan heb ik je laten winnen. En toen ben je later met de schaakcomputer bezig gegaan. Ja, ook dat nog. Want je kon van mij niet winnen. Ik ben ook schaken geweest. Ik kruis schaakcomputer. Dan praten we door elkaar heen, maar goed. Ja. Kampioen schaken. Ja. In Haaksbergen. Oh, we hadden het net over je jeugd. Ik bedoel, voor jou was volgens mij ook niet het plaatje van ik word zangeres. Nee. Allah, zeker niet naast mijn vader. Nee. Voor plaatje had jij dan? Ik had altijd graag kapster willen worden. Kapster? Ja. Maar ja, op dat moment dat ik de keuze moest maken van wat ga ik doen, toen was er eigenlijk heel weinig vraag naar kapsters. Dus toen heb ik toch maar besloten wat anders te gaan doen. En dat was? Activiteitenbegeleiding. En dan lag eigenlijk de focus, want je hebt daar verschillende doelgroepen in. Van, mm-hmm. van demente bejaarden of verstandelijk gehandicapten. Dus daar kan je ook meerdere kanten op. En dat wou ik dan graag met verstandelijk gehandicapten doen. En die opleiding heb ik ook afgemaakt. Stage gelopen met verstandelijk gehandicapten en met demente bejaarden op de mannenafdeling. En ja... Toen ik daar geslaagd was, toen was daar eigenlijk haast geen werk in te krijgen, alleen als oproepkracht. En dat wou ik niet, want ik wil wel een beetje wat zekerheid hebben en niet dat ze elk moment kunnen bellen van we hebben nou iemand nodig, kan je komen. Dus toen heb ik eigenlijk ander werk gedaan, ik heb eigenlijk van alles gedaan. Maar wat ben je uiteindelijk gaan doen? Ik heb eerst bij de HEMA gewerkt, achter de vleeswaren. Ik heb nog heel kort in een kledingzaak gewerkt. Ik heb ook in de platenzaak gestaan in Haaksbergen. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb overkappingen verkocht. Sportschool, ja, zo nog. Sportschool. Heb ik afslankbegeleiding gedaan. En dan komt er een moment en dan komt toch die muziek. Hoe is dat gegaan dat je op een gegeven moment met je vader... Dat is eigenlijk, voor die tijd heb ik een vriend gehad en die zat al in de muziek. En dat hebben we samen een beetje gecombineerd eigenlijk. Dat we zeiden van god, we kunnen wel wat voor bruiloften en personeelsfeesten en dat soort dingen doen. Dus toen deden we echt van Nederlandstalig tot housemuziek en eigenlijk alles wat er tussenin zit. En dat hebben we, een jaar of vier denk ik gedaan. Ja, en toen ging de relatie niet meer. Dus toen heb ik gezegd van ik wil niks meer met de muziek te maken hebben. Ik doe het niet meer. En
dan heb je toch dat als je dan een keer bij zo'n avond bent dat mijn vader moet optreden, dat mensen vragen van, god, doe je samen eens een keer weer wat. Ging je vaak mee? Niet vaak. Af en toe. Alleen dan krijg je toch de vraag van mensen en dan deed je dat toch. En ja, dat bleek eigenlijk toch wel goed te werken en de samenzang zo te klikken dat van het een kwam het ander. Just a shadow that's gone with the sunshine. For you know I'm not free and I never can be. And he's bound to get restless in time. All I can be is a sweet memory that drifts through his mind. He'll shed a silent tear while lying here with you. Sands of time have trickled down, just a precious few. He's young and so beautiful and I'm so glad I'm here. But the ending is painfully clear. All I can be is a sweet memory of someone. Nederlanders zijn bereid om alles wat uit Amerika komt met open armen te ontvangen. Behalve het grootste Amerikaanse artikel, dat is de countrymuziek. Weet je nog het eerste liedje wat je samen met je vader deed? But You Love Me Daddy. Toen was ik 8 jaar. Ja, dat was een nummer van Jim Reeves. Now you eat the cookies when I tell you no. But you love me daddy, cause you tell me so. You're so hard to scold. Cause you're my 5-year-old. But you love me, daddy. Even terugkomt op dat eerste liedje. Hoe heette het, zei je? But you love me, daddy. En weet je nog hoe het gaat? Ja. Begin jij maar. Moet ik de gitaar weer pakken? Dat weet ik niet. A cappella. Your 5-year-old face is a dirty disgrace. But you love me, daddy. You scattered your toys and you make too much noise. But you love me, daddy. You make sister wail, pulling her ponytail. But you love me, daddy. You scratch up the floor and you write on the door. But you love me, daddy. Ja. Hoe lang is het geleden dat jullie dit liedje samen hebben gezongen? Voor het laatst? Later, ja. Niet meer.
Ja, ik denk een jaar in ons repertoire. Nee, maar voor het laatst dat je dit... Ik denk 13, 14 of zo. Geen idee. Ik was 15 toen wij van de zaak weg. Toen wij nog de eigen zaak hadden, of het café hadden. En dat is de laatste keer geweest in die zaal. Nou, dat was denk ik een jaar of 14. 15. 15 was ik toen we weggingen daar. Your 5-year-old face is a dirty disgrace. You scatter your toys and you make too much noise. But you love me, Daddy. You're no little lamb, you can be pretty bad. But you love me, Daddy. You wake me at dawn when I want to sleep on. The cookies when I tell you no. But you love me, Daddy, 'cause you tell me so. You're so hard to scold, 'cause you're my 5-year-old. But you love me, Daddy. When I dress you up, you go play with the pup. I use the phone, you won't leave me alone. But you love me, Daddy. You make sister wail, pulling her ponytail. But you love me, Daddy. You scratch up the floor, you ride on the door. But you love me, Daddy. You ask foolish questions, now you know that's true. But you love me, Daddy, no, you know you do. You're so hard to scold, but you're my 5-year-old. 'Cause you love me, Daddy. En dan is dat moment, de fans van je vader, die zeggen, goh, waarom doen jullie samen niet eens wat? En uiteindelijk resulteert dat je een plaat opneemt samen. Nou, dit was met Johnny Hoes, waar ik een LP opnam, waar dit liedje op staat. Toen hadden we nog helemaal niks in het idee van duo, want toen was het nog maar 8 jaar. En toen wij de eerste plaat samen maakten, toen was ik denk ik 20 of zo. Was je al 20? Ja. Dus dat is een hele tijd ertussen. Tijd gaat natuurlijk snel, maar ja, ondertussen gebeurde wel van alles. En ik bleef met mijn liedjes zingen en ik heb die jachtzaak en ik had daarna de countryclub, waar ik ook werkstaat mee had, plus regelmatige cd's opnemen. En toen is het op een gegeven moment toch zo gegroeid dat zei, het klikt wel samen. En vanaf hebben we onze eerste cd samen gemaakt, een jaar of 10 geleden. We hebben er nu 5 samen gemaakt. 5 cd's van 12 nummers, dat zijn 60. Ik denk al wel 20 jaar geleden. Ja, hè? Zoiets, ja. En is het nu heden ten dagen zo dat jullie alleen nog maar als duo optreden of ook solistisch? Dat hangt er vanaf wat voor als het op een festival is waar veel van ons platenrepertoire gevraagd wordt. Doen we meestal met z'n tweeën. Maar als ik een huisconcertje heb bij een of andere vader die het aangeboden krijgt door de kinderen, dan zit ik ook wel eens alleen. Ik zat van week nog in Groningen met het gitaartje. En daar red ik me ook wel. Want als ik vraag maar hoe oud je bent? Ik word 83 in februari. En je gaat nog steeds met dat gitaartje naar Groningen? Ja, nog steeds niet naar Groningen, alle kanten op. We zaten de week daarvoor in Zuid-Laren ook voor een huisconcertje. Voor een man of 40. She tells you how much I love you. Listen to what they say. I'll take my chances while we dance to the mariachi they play. Far away, gray clouds are drifting. It's almost like they know.
she tells you how much I love you. Listen to what they say. I'll take my chances while we dance to the mariachi they play. Drifting down to where we're at. Rain, rain, don't you fall on my cello sombrero head. Mariachi tells you how much I love you. Listen to what they say. I'll take my chances while we dance to the mariachi they play. Listen to what they say. I'll take my chances while we dance to the mariachi they play. I'll take my chances while we dance to the mariachi they play. Zou je het geapprecieerd hebben om, dat geldt trouwens voor jou ook, zou ik hem beide kunnen vragen, om met jouw twee andere broers, met je twee andere zonen, een muzikaal familiegezelschap trekken er door is, Nederland? Er is wel eens over gepraat. Ik zou niet zeggen zozeer met Bart, want die speelt verder geen instrumenten. Die heeft niet door dat in zijn. Marco wel. Dat kriebelt hem nou nog steeds dat hij eigenlijk geen muziek meer maakt. Dan wou hij wel zo'n hobbybandje, gewoon voor hè, de gezelligheid, toch die muziek kunnen maken. Marco had zijn band, waar Welen ook destijds deel uitmaakte. Ze zijn in Nashville geweest, omdat ze gekozen waren als de beste groep van Nederland. En toen zijn ze in Nashville geweest. Maar op een gegeven moment ging Welen solo zijn eigen kant op. En ook de latere liedzanger van die band, die wou ook de andere kant. En toen is dat bandje uit elkaar gevallen. En Marco heeft wel, geloof ik, wel vijf verschillende formaties gehad. Die wou wel doorspelen. Door, ja. Maar hij moest maar steeds weer zien de mensen te interesseren. En toen heb je op een gegeven moment gezegd, nou bekijk het zelf maar. Maar nooit het idee opgepakt van, waarom? We hebben er wel eens over gehad. Dat we met Marco, mijn vader en ik met z'n drieën eens een keer wat zouden kunnen doen. Alleen het is er nooit van gekomen. Het is er nooit van gekomen? Nee, het is er niet van gekomen. Nee. Jullie muziceerden ook nooit gezamenlijk thuis? Nee, ik denk weinig. Dat ook dat het voor mij niet geschikt was geweest. Want ik heb al gezegd dat ik bij diverse bandjes vroeger wel heb gezeten. Omdat ik toch de wereld wel bekennen ook. Maar je was zin, toch een Einzelganger? Maar ik had nooit het idee om een leven lang in een orkest te spelen, want daar was ik te veel egoïstisch of individueel voor bezig. Where are the children?
Hoe zie jij jouw toekomst? Ik denk als mijn vader er niet meer zou zijn of hij zou niet meer gaan, niet meer zingen, dan zou het voor mij ook stoppen. Misschien af en toe eens een keer, maar dan echt gewoon puur voor, ja. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar niet meer in die mate zoals het dan nou zo samen is. Dat, 84 jaar jong, wat heb je dan nog voor wensen, voor muzikale wensen? Nou, weinig. Kijk, ik heb in oktober straks vier ik mijn 60-jarig jubileum. En dan hoop ik een zaal van 500 man vol te hebben. Die dan aangeven dat ze nog van je houden op dat gebied. Nou, dan heb ik verder niks meer te wensen. Dat is voor mij voldoende, want wat moet ik nog meer? Ik ga nu niet meer streven om de wereld te veroveren. Wat ik wel hoop is dat deze muziek niet helemaal ten gronde gaat. Ik heb de Living Legend Award in Amerika gekregen. Dan zou het te gek zijn dat ik in Nederland over 10 jaar helemaal vergeten zou zijn. Baart je dat zorgen? Nee, dat niet. Maar ik zou het wel vervelend zijn. Ik krijg het dan toch niet meer mee. Dat maakt niet uit. Maar voor haar zou het misschien veel vervelender zijn. Dan zeggen, nou we niet meer zingen. Nou telt allemaal niks meer mee. Maar het gaat niet zozeer om mij dan ook niet. Het gaat om de muziek zelf. Ja. Wie zal nu de laatste strohalm nog doorgeven wat countrymuziek betreft? Ilse de Lange en Willen, die proberen het wel. Maar die gaan toch langs het randje van de popmuziek. Omwille van de bekendheid. Van de commercie. Maar als ze zich alleen aan de countrymuziek houden, dan zullen ze waarschijnlijk ook verzanden. Omdat men het niet pruimt. Remember me whenever you are blue. Remember me when there's no one holding you. Anytime you feel like you can't make it through, remember me and I will be with you. Remember me whenever you're afraid, and when you lose your dreams along the way. Anytime you feel like you can't make it through, remember me and I will be with you. Just reach out and take my hand, and I will be your guide. Anytime you feel like you can't make it through, remember me, and I will be with you. Remember me whenever you're afraid. Remember me, if there's someone in my place. Anytime you feel like you can't make it through, remember me, and I will be with you. Every night and every day I'll be by your side. Just reach out and take my hand, and I will be your guide. Anytime you feel like you can't make it through, remember me, and I will be with you. Every night and every day I'll be by your side. Just reach out and take my hand, and I will be your guide. Anytime.
feel like you can't make it through. Remember me, and I will be with you. Remember me, and I will be with you. Dan zeggen ze dat artiesten die naast artiesten in de zin van dat ze zingen, muziceren, muziek maken, dat zijn kunstenaars en die we hebben het daar straks er al heel even over gehad, houden zich bezig met boomstronken. Maar je bent ook gaan schilderen. En meestal worden die na dat ze er niet meer zijn. Kijk naar alle grote schilders die we in Nederland hebben gekend. Herman Brood en Imca Marina. Imca is er nog. Ja, dat weet ik wel. Maar er zijn heel veel artiesten die zijn gaan schilderen. Omdat ze bekend zijn als zanger. En dan hopen ze dan maar dat de fans die je hebt als zanger ook jouw schilderijen willen hebben. Toen heb ik gedacht, nou, ik heb een bepaalde manier van schilderen wat nog nooit iemand gedaan heeft. En niemand weet ook hoe ik het doe. En dan vragen ze wel. En dan zeggen ze, nou ja, probeer het maar. En ik noem het muziek in kleur. Het is voor mij een uiting van iets creëren. En ik ben vrij creatief. Die boomstronken ook bijvoorbeeld, dat is een stukje natuurkunst. Kijk, dit is een vorm van schilderen of verfgebruik. Waar ik zo een stuk of 5 in de week kan maken. Hè? Waarvan er 3 niet lukken en 2 wel mooi zijn, nou, die gooi ik weg. En de mooie hou ik over, die ik zelf mooi vind. En als ze mislukken, dan gaan ze weg. Maar als ik dan inderdaad er niet meer ben en zou dan. Ik zou niet begrijpen hoe dat dan gaat. Wie krijgt die dingen dan nog onder ogen? Als ik een museum zou krijgen waar ze zeggen, hier hangt nu alles wat Ben Steninger ooit gemaakt heeft. En dan komen dan mensen in het museum kijken en zeggen, oh, dat was die countryzanger. Kon hij dat ook? Oh, wat mooi. Nou, koop, hup, weg. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled waves. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled waves. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. But most of all, you're my best friend. Gaat dat dit in het leven ook op? You're my best friend? Denk ik wel, ja. Voor jullie samen? Nou, het lied gaat eigenlijk over de man tegen vrouw. En vader en dochter is natuurlijk een andere verhouding, maar dat je goed met elkaar om kunt gaan, dat lijkt me wel logisch. Is dat ook een belangrijk iets voor ook je? Belangrijk, ja. Ja? Tuurlijk. Huh? Ja. In de stil. There's a pain.
living legend in the world of traditional country music, Ben Steeniger. Die staat hier niet zomaar. Nee, die mocht ik vorig jaar uit Amerika ophalen. Van dat festival waar ik dan al zo'n 40 keer ben geweest. En daar begon ik dus 40 jaar geleden. Toen was ik dikke 40 en nu dikke 80. En dat ze mij daar een levende legende gaan noemen, is wel uniek. Huh? Maar wat doet dat nou aan de binnenkant van je, emotioneel? Ik bedoel, die man uit Friesland, die uiteindelijk in het oosten van het land is terechtgekomen. Ja, die wordt in Amerika, daar zetten ze hem, zoals die Amerikanen zeggen, op een paddenstoel. Ja, nou ja, goed. En hier heb je niet zo'n bordje waarop staat levende legende. Nou ja, maar dat is een gegeven wat je zegt en daar moet ik maar mee leven. Ik kan er wel warm en ik kan er wel koud worden, maar dat helpt geen van beiden. Ik vind het prachtig, maar verder zou ik zeggen, kunnen ze misschien in Nederland er nog wat van leren om oude artiesten in ere te houden. Want wat ze in Duitsland en Amerika doen, doen ze in Nederland niet. Daar word je op een gegeven moment op de afvalhoop gegooid, bij wijze van spreken. Zegt hij een country en western, geassocieerd aan een cowboyhoed. Jij draagt hem niet, hè? Nee. Heel af en toe. Dan is het heel spontaan. Dan heeft mijn vader meerdere hoeden bij zich. En dan heel spontaan wil het wel eens zijn dat ik... Maar dat is meer tijdens een optreden? Ja, maar voor de rest niet. Maar je vader die draagt hem... Die gaat hem niet meer hem op, naar de winkel of zo. Nee. Oh, dat weer niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Nee, hij heeft altijd een petje op. Ja. There in the night, yes, the red load found in her God's love. There by the marren, there in the stair, on him and the dream found. Te verleid, mijn jeugd en de mensken, zij ben er net meer. Wat bloed is de liefde, dit lot en het zeer. Toen ben ik naar Jetties, naar Moon en naar Jou. Dat is van mijn leven, dit hier is a goed. In het van Friesland, in het van die Duitsland, Zafir en verleten, bras altijd dichtbij, met ik en Kwaarnje. En al iets van je bij mij. Het is de langst me, naar wat ik verlief. Werd ik het warm je. Stil ik verdriet, buiten van Blitzkeel, maar dan werd het stil, omdat mijn herdag het is weer zo stil. In het van Friesland, in het van mijn Duitsland, Zafiren verlichten, maar dat is altijd dichtbij. Ben ik een kwartje, voor vier kinderen, dat het van Friesland zijn al die
Duitsland. In het familie Duitsland zag hier en beneden, dag zal die dichtbij, ben ik er kwaad. Dat hart van Friesland zit al dit land diep in Dit heb ik nog gekregen van Jackie Hoes toen ze nog leefde. Toen ik 35 jaar muziek maakte. En dit is ten gevolge van 250.000 verkochte geluidsdragers. Sweet memories. Wat zijn je zoetste herinneringen? Sweet memories, dat was de titel van een cd. Die staat hier niet bij op. En dat zong ik met Sandra van Rijs. Kwam ook uit de Achterhoek, hè? Ja. Ja. Nou, nee, het geld, ja, Achterhoek, ja. Maar het is geen Twente. Nee, geen Twente. Dat is verschil, maar wat ik vroeg eigenlijk, hè, dat album Sweet Memories, maar wat zijn je zoetste herinneringen? Ach, dat... Dan kom je ook weer tijd voor tekort om die te noemen. Wat is de... Maar noem er eens nou, één. Ja, de geboorte van je kinderen, wat wil je dan nog mooier hebben dan dat? Het opgroeien daarvan, wel mee eens en niet mee eens zijn de dingen. De keuzes van de liedjes die we zingen, het resultaat daaruit, dat zijn allemaal leuke dingen. Hè? Ja. Goed gezegd? Ja, heel goed. Je zou een vraag hebben, hè? Heel goed gezegd. He tried so hard not to lose this game. But she didn't even remember his name. Though he saw her there, from that time he knew he'd fight for his girl with victory in view. He looked in her eyes as bright as the sun and asked for her name, 'cause that's how it's done. They talked and they laughed all through the day. But instead to get closer, she got further away. He tried so hard not to lose this game, but she didn't even remember his name. Though he saw her there, from that time he knew he'd fight for his girl with victory in view. Now days have gone by, she's still on his mind. He tried to figure out if he could maybe find the girl with those eyes as bright as the sun, and try to win her heart as his heart is won. He tried so hard not to lose this game, but she didn't even remember his name. Though he saw her there, from that time he knew he'd fight for his girl with victory in view. Every time he looks back where it all began, the heartache is starting all over again. So he made this song in memory so blue, the words that he wrote, I only love you. Remember his name, though he saw her there, from that time he knew he'd fight for
this girl with victory in view. He'd fight for this girl with victory in view.